Hallo, ik ben Dani en ik wil je graag waarschuwen voor een vorm van fraude die nog elke dag slachtoffers maakt. En hierbij verliezen die slachtoffers al snel enkele duizenden euro's. Nochtans is het niet zo moeilijk om dit bedrog te herkennen. In deze video ga ik uitleggen hoe ze te werk gaan en vooral hoe je jezelf kan beschermen. Het gesprek begint met: "Dag mama, ik ben het. Ik ben mijn telefoon kwijt. Dit is mijn nieuwe nummer." In dit geval heeft de mama twee kinderen en weet ze dus niet wie het is. En dus vraagt ze het gewoon. Is het Nicolas of Nathalie? Ja, nu hoeft de fraudeur natuurlijk alleen nog maar te kiezen. Het is Nicolas. Nu komt de aap uit de mouw. Ik heb een probleem. Ik kan niet bij mijn online bank. Ik heb rekeningen te betalen. Kun je me helpen? Hoezo? Welke rekeningen? Ik stuur ze naar je toe, zegt de bedrieger zonder de vraag te beantwoorden. En natuurlijk maakt de mama zich zorgen. Is alles oké met jou? Ik zal je vanavond wat foto's sturen. Zo op het eerste gezicht lijkt alles in orde. Maar heb je gemerkt dat de fraudeur eigenlijk de vragen ontwijkt? En dan komt de vraag naar geld. Laten we kijken hoe het gesprek verder verloopt. De fraudeur presenteert een eerste factuur met alle nodige elementen voor betaling. Als het passeert, stelt hij een tweede voor en dan een derde. Laat me weten wanneer het betaald is. Dat is veel geld, wat is er aan de hand? Het slachtoffer maakt zich toch wat zorgen. Ik bel je vanavond om het uit te leggen. Wat zijn dit voor facturen? Ik investeerde in bitcoins en moet nu betalen. Maar ik betaal je vrijdag terug. Zoals je ziet, heeft de fraudeur een antwoord op alles. En tegen de tijd dat het slachtoffer het bedrog doorheeft, is het geld al lang verdwenen. Maar laat ons nu even kijken naar waar het slachtoffer had moeten opletten. Het eerste belangrijke punt is het nieuwe nummer. Een nummer dat je niet kent, betekent ook dat je de persoon niet kent. Ook al begint hij het gesprek met: "Dag mama, ik ben het." En natuurlijk, iemand die zijn telefoon verliest, zal meestal een nieuwe simkaart aanvragen en dus hetzelfde nummer behouden. Als je twijfelt, bel dan het nummer op dat je kent. Heel waarschijnlijk zal de juiste persoon de telefoon opnemen. Je kan natuurlijk ook altijd een vraag stellen waarvan alleen de echte persoon het antwoord weet en de fraudeur dus niet. Zo, ik hoop dat je hiermee voldoende informatie hebt om jezelf te beschermen. Deel deze aflevering gerust met je vrienden en kennissen, zodat ook zij deze fraude kunnen herkennen en zichzelf beschermen. Je kan ons ook terugvinden in de podcast De Fraudeur, De Hacker en Jij, die je kan terugvinden op de meeste grote podcastplatformen. Tot ziens in een nieuwe video of een nieuwe aflevering van de podcast De Fraudeur, De Hacker en Jij. Ik ben Dani Moerenhout van de podcast De Fraudeur, De Hacker en Jij.